je binnenkomt, dan groet ze je vrolijk. Hey, leuk dat je weer bent. Ik kom hier heel graag omdat ze de mensen goed luisteren naar wat ik wil. Heerlijke koffie, moet ik zeggen. Ik vind dat er goed naar je geluisterd wordt. They are really very friendly and you feel at home. Ze zeggen dat de massagestoel en de hoofdmassage toch wel een hele prettige bijkomstigheid zijn. Ik zit hier met een boekje, dan kijk ik ook om me heen. En dan zie ik toch wel hoe ongelooflijk knap er hier geknipt wordt. Op 10 augustus 2002 opende Jitty's Hair Makeup haar deuren in de Bilberdijkstraat. Looking good is not a matter of chance. The right clothes, the right accessories are not enough to guarantee your look. En Amsterdam was een sfeervolle en diverse zaak rijker. Nu, 10 jaar geleden, is het mooi om terug te kijken. Maar we gaan nog even verder terug. Jitty Vasquez de la Cruz werd geboren op 23 september 1956 in Manila, Filipijnen. Hij groeide op in een arme buurt, waar werken betekende wel of geen eten kunnen kopen. Al snel bleek zijn artistieke talent, maar ook zijn talent om zelf iets op te bouwen. Jitty begon als leerling in een kapperszaak, maar stond na een week al kinderen te knippen. Een razendsnelle carrière volgde. Al snel had hij zijn eigen salon, volgde opleidingen in Londen, Parijs. Jitty werd gehuldigd als president van de Filipijnse kappersorganisatie en hij haalde de titel Hairdresser of the Year in Manila. Jitty was met recht een gevierde en beroemde kapper in de Filipijnen. Maar de liefde dreef hem naar Amsterdam, waar hij alles weer van de grond af aan heeft moeten opbouwen. To be in this position, I work hard. I take one step at a time to reach my goal. And to quote my hero Vidal Sassoon, the word success comes only first before work in the dictionary. So working hard, having patience, and dreaming. For me, everything comes first with a dream. And then follow it. Work. De geruchten gingen snel. De beroemde kapper uit Manila woonde nu in Amsterdam. En al snel bouwde Jitty zijn eigen klantenkring op in Amsterdam en in 2002 besloten Ronald en Jitty om samen een zaak te starten. Jitty die wilde al een tijd weer zijn eigen zaak beginnen. In de Filipijnen heeft hij ook zijn eigen zaak gehad. En we hadden het er eigenlijk al een tijdje over. Misschien toch weer een keer een zaak beginnen. I was walking along the Bilderdijkstraat and it's street fair. And I see this place, it's for rent. And I said, I like to start here. Ik schrok me dood. Het was een oude kapsalon. The walls are covered with plastic and the ceilings are very low. Maar Jitty die keek er doorheen en die zei, nee, hier kunnen wij een mooie zaak beginnen. We hebben een container voor de deur neer laten zetten en we hebben alles eruit gehaald. En toen zijn we stuk voor stuk, gipsplaatje voor gipsplaatje, schroefje voor schroefje, hebben we de zaak eigenhandig opnieuw opgebouwd. Welcome. Welcome. Now, give your attention to the extravagance led by Jitty's artistic team. Our journey with you tonight will be through the world of hair, makeup and lifestyle. We will explore and break the boundaries of your fashion perception. Let your mind go with us on the journey of innovation. Jitty's Hair Show, Glitter and Glamour. I'm
I think I was 7 years old when I started to feel that I have an inclination to be a hairdresser. I don't know my sexuality, but I can relate very good with girls. So girls are my playmates, and I used to pick up leaves and then remove the stem and then roll it into the hair and make it curl. And I pound you know the jars and make it shiny and then put it and polish it. The first time that I came into the hairdressing salon that I first worked as a student, I feel immediately at home, because it's just like a boy coming into a candy store, you know. I was so flabbergasted and I like what I'm seeing, because the people are friendly, they're having jokes while at the same time helping clients. And then I told to myself, this is what I want. This is where I belong. Wat mij drijft als ondernemer is om een plek te creëren waar mensen het prettig hebben. Ik vind het geweldig om te zien dat je personeel zich ontwikkelt. Ik vind het geweldig om te zien dat als mijn personeel met plezier naar hun werk komt, daar wil ik alles voor doen. Als mijn personeel lekker in hun vel zit, dan hebben ze ook de volste plezier om de klanten goed te helpen. Als je hier een omgeving weet te creëren waar iedereen met een glimlach naar binnen loopt en met een glimlach wegloopt, ja, dan heb je toch eigenlijk wel een klein stukje levensgeluk. Want als ik hier ben, er is altijd een happy mood. Ik blijf bij Yitties komen omdat voornamelijk vanwege het stukje persoonlijke aandacht. Als ik binnenkom, ze weten wie ik ben. Ik krijg een vriendelijk welkom. Een heerlijke koffie, moet ik zeggen. Er wordt goede koffie geschonken. Het is wat dat betreft een prettig café waar je ook nog wordt geknipt. Ja, je voelt je hier heel vertrouwd. En ik denk dat andere mensen dat ook hebben. Ik kom hier omdat mijn haar wordt altijd gewoon heel mooi geknipt, natuurlijk. Omdat Yitty een onvoorstelbare goede artiest is op het gebied van kleuring van haar. En de natuurlijkheid die hij daarin kan leggen. En iedere keer benadert wat voor mij gevoel aangenaam is en waar ik mezelf in herken. Nou, dat vind ik bij hem. Yitty's hair make-up onderscheidt zich, naar mijn idee, echt naar de klantvriendelijkheid, de persoonlijke aandacht die er is en de deskundigheid. Ik werk met een heel leuk team. Het is heel gezellig altijd. De kracht van Yitty's hair make-up is creativiteit en de cliëntel altijd iets extra meer weten mee te geven. The strength point from Yitty's is very, very relaxed and a nice atmosphere. Ik vind het hier heel erg leuk om te werken. Ook leuk altijd met vaste klanten en ook met nieuwe klanten. Je leert er heel veel. Leuke klanten, hecht team. Het is hier heel vriendelijk en relaxed. Sometimes we don't feel that we handling client. We just like Als ik hier kom, dan kom ik bij bekenden thuis. It's not just you come here for doing your hair, but sometimes we have also fun, like, you know, exchanging stories to one another. I think it's not only, I think people come to me not only because of my good in haircutting. I think people come to me because I can make them feel special. And there is always a connection with people, from me to them. And I think that binds us together. And haircutting is only an excuse. My salon is just like an extension of my house, you know. It's like a sala where I can meet my guests and at the same time express my creativity.
Every time I'm doing a haircut, I am always in my best element, you know, because this is my passion, my means to show my creativity and have connection with my client. I love my scissors because this is an extension of my fingers, and of course, yeah, how can my fingers move without the ideas that's cropping into my head. Are you happy? Ja, het is echt super mooi. Mooi, oké. Okay. Ja, heel erg leuk. Als ik dan hier zit met het verf in mijn haar en ik zit hier met een boekje, dan kijk ik ook om me heen en dan zie ik toch wel hoe ongelooflijk knap er hier geknipt wordt. Ik heb het idee dat Jitties heel erg meegaat met de tijd. Dus ze blijven niet in één, bijvoorbeeld één techniek hangen. Of ik hoor ook heel vaak hier dat ze weer nieuwe kniptechnieken of nieuwe verftechnieken. En ze veranderen de zaak elke keer. Vandaag zijn we in het hoofdgebouw van L'Oréal. We zijn hier voor het examen van Eldrin David. Hij volgt de opleiding L'Oréal Expert. Dit is het summum van de opleidingen bij L'Oréal. We zijn vanmorgen begonnen met een stukje praktijk. En dat was heel spannend, maar ook heel leuk. We hebben een lunch gehad en daarna zijn we begonnen met een stukje theoriegedeelte. Wat ik heb gedaan, achterpartij afgezet. Ik heb als gids genomen het gedeelte achter de kruin, het achterhoofdbeen. Eldrin is iemand die natuurlijk heel zelfverzekerd overkomt in eerste instantie. Dat merkte ik ook juist aan de rest van de groep. Dat sommige mensen daarvan zoiets hadden, die keken wel een beetje tegen hem op. En ten dele terecht, want hij staat er ook en het is ook een verschijning. Het is ook een persoon die weet wat hij wil, die weet wat voor koers hij vaart. Ik denk ook wel dat die punten, wat hij zelf ook wel beaamd heeft tegengekomen, dat hij dacht, daar dacht ik wel makkelijk over. Dus daar heeft hij zich ook van geleerd. Nu blijkt ook wel in de toets dat hij er extra veel werk van heeft gemaakt, want hij heeft gewoon als hoogste gescoord op de toetsen, op de theoretische toetsen. Ik ben gewoon hartstikke blij dat ik geslaagd ben. Ik denk dat ik hier heel veel kan leren, ook mezelf echt kan ontwikkelen. Het is echt een bedrijf waar ik sowieso heel veel leer. Een voorbeeld voor heel veel salons, denk ik. Als je kijkt naar een salon openen, dat is één. Maar hem draaiende houden op een hoog niveau en ook altijd up-to-date blijven, dat is een tweede factor. En ik denk dat Jitties een voorbeeld is hoe dat zou kunnen en hoe dat ook zou moeten. Er is geen moment dat we Jitties niet bij ons in de academie kunnen verwelkomen. Voor medewerkers is er altijd een uitgestippeld plan van A tot Z. Medewerkers kunnen zich heel erg specialiseren in allerlei vakgebieden. Maar daarnaast ook op businessvlak. Hoe gaan we met de klanten om? Hoe halen we het mooiste uit de klant om uiteindelijk een prachtig resultaat op straat neer te zetten? The strength of Jitties Hair and Makeup training program depends on several things. We have our in-salon training. We invite L'Oréal representatives to come over to us and train us. We share everything. For example, if someone goes out to train, then he has the responsibility to train the other as well. Vandaag is het Wereld AIDS-dag. En ook hierin een voorbeeld voor veel salons. L'Oréal is een aantal jaar geleden samen met UNESCO een samenwerking aangegaan om het onbegrip over de ziekte AIDS eigenlijk weg te halen bij de mensen. Dat doen we wereldwijd, maar daar hebben we wel salons en kappers voor nodig. En Jitties Hair & Makeup heeft dat op een hele bijzondere manier opgepakt. Het is een zwaar onderwerp, maar ze maken er een feestje van. Een DJ in een salon, cocktails, mooie mensen. En op die manier
Wordt er meer begrip gekweekt over de ziekte AIDS. En als klap op de vuurpijl gaat ook nog eens keer 20% van de omzet naar het Wereld AIDS Fonds. Waarom op deze manier met een DJ? Nou, er is natuurlijk over deze ziekte al heel veel communicatie geweest. Maar wat je denk ik toch krijgt, is dat mensen een beetje moe worden van een bepaalde boodschap. En dan zien ze weer diezelfde advertentie. Hartstikke goed, moet je bij door blijven gaan. Maar ik denk dat het ook goed is om het eens een keer op een andere manier te doen. Nou, wij hebben het gedaan middels een feestje in een kapsalon. Wij kiezen voor de positieve kant, Enjoy Life. Wij maken er wat foto's van, we maken er video's van en we delen dat weer met heel veel mensen op Facebook. En zo kunnen wij dat, uiteindelijk kunnen wij onze boodschap op die manier met heel veel mensen delen. Waarin natuurlijk voorkomen vanwege de actie van Wereld AIDS Dag. Wil je meer weten? Ga naar jitty.nl of check de Facebook Jitty's Hair & Makeup. Bye bye! Manager, ik ben trots op deze winkel. Dat komt omdat ze uniek zijn in hun soort. Dat ze niet alleen maar knippen, maar ook heel veel meer doen. En dat is niet alleen maar voor hun winkel, maar ook voor de straat. Dus dat is echt een aanwinst voor de straat. Sinds december 2011 is Ronald ook nog eens secretaris van de net nieuw opgerichte ondernemersvereniging Wilde Dijkstraat. Samen met andere ondernemers willen zij nu de Wilde Dijkstraat eens goed op de kaart zetten. Ronald is gestart met een Facebook-project en de aankomende tijd zullen nog vele acties volgen. Een groot project was bijvoorbeeld de heropening van de Wilderdijkstraat. Ik heb samen met Ronald modeshow georganiseerd. Ik heb Ronald gevraagd en eigenlijk deed ik dat veel te laat. Maar Ronald heeft dat opgepakt en heeft dat zo goed gedaan. Hij heeft in zeer korte tijd een fantastische show neergezet samen met bijna alle kledingwinkels in de straat. Ik heb de reacties gekregen en men is echt lovend over deze show. Dus dat betekent dat ze ook in dit soort dingen echt heel goed zijn. Dus wat ze oppakken en wat ik ze vraag, wordt 100% goed gedaan. En meer. Voor de toekomst van Jitty's Hair & Makeup zijn we op dit moment een plan aan het schrijven. Voor de aankomende 5 jaar met een kleine outlook naar de aankomende 10 jaar. Wat voorop staat is dat we ons technisch en creatief verder willen ontwikkelen. Onze partner L'Oréal gaat hier een belangrijke rol in spelen. En waar zo nodig halen we ook nog kennis uit het buitenland. We zijn voorzichtig aan het kijken om met een paar jaar een tweede salon te gaan openen. Dat zou spannend zijn als dat doorgaat. Wat voorop staat is, geluk begint soms met een klein iets. En ik zou graag willen dat dat voor veel mensen zo is. Als Jitty en ik en voornamelijk ons team het lukt en het blijft lukken om een salon te hebben waar medewerkers en klanten graag komen en met een glimlach op hun gezicht het pand weer verlaten, dan is de Jitty sfeer alive and kicking. En dat is ons doel. Met dit werk heeft Jitty zich geplaatst in de finale voor de L'Oréal Color Trophy, een van de meest prestigieuze kapperswedstrijden van Nederland. Die finale werd gehouden in het Koninklijk Theater Carré, waar Jitty de Grazia Publiek Award gewonnen heeft. Jitty zelf vind ik als persoonlijkheid een aansprekende man, omdat hij ernstig met zijn zaak bezig is. En als hij zijn shows doet, vind ik hem een showman. Ik vind hem prachtig. Hij is in lijf en leden dan de artiest die de eerste prijs heeft gewonnen. En zoals hij dan loopt en zoals hij eruit ziet, vloeit dat helemaal ineen. Dan is en zijn model en hij
de winnende factor. Beautiful thing that I like to achieve is to share my knowledge to other people, especially the young children who likes to be a hairdresser. Ik wens Jitty's Hair & Makeup alle geluk, alle gezondheid en nog vele jaren toe. Wat ik Jitty's toewens de komende 30 jaar is heel veel succes en heel veel liefde. Jitty's Hair & Makeup is denk ik uniek. De manier waarop ze met hun klanten omgaan is heel erg bijzonder, heel informeel en heel creatief. Het zou zonde zijn als dat maar op één plek in Amsterdam gebeurt. Ja, dat we met z'n allen nog heel veel mooie kapsels mogen maken. De buurtbewoners ook merken hoe bijzonder ze zijn. Dat ze meer kunnen dan alleen maar knippen en kleuren. Dus wat mij betreft zou ik zeggen, open meerdere salons om meer mensen op deze manier een geweldige behandeling te geven. The next 10 years, obviously it's going to be bigger and successful than this. Than what we have now, because I believe in that. Because Jitty himself, as the hairdresser, he is a very, very creative person, and Ronald, as the manager of the shop, is very, very visionary.